De 16e eeuw is de eeuw van de reformatie en in de eerste video hadden we al gezien hoe Luther die reformatie eigenlijk op gang bracht. In deze video gaan we kijken naar de gevolgen daarvoor voor de Nederlanden. En dan gaat het eigenlijk niet zozeer over Luther, want Lutheranen zijn er ook zeker in de Nederlanden tot 1550 ongeveer, maar die worden heel effectief bestreden zoals we ook zullen zien. Nee, in de Nederlanden kreeg vanaf de jaren 50 van de 16e eeuw eigenlijk toch vooral een andere protestantse hervormer, namelijk Calvijn, meer aanhang. En hier op dit kaartje dat je hier links ziet, zie je eigenlijk ook de verdeling van Europa op religieus gebied in die 16e eeuw. En dan zie je dat dat lichtgele gedeelte, daar zijn eigenlijk vooral katholieken, dat zijn katholieke gebieden. En dan zie je dus in het roze, dat zijn vooral Lutherse gebieden. En je ziet eigenlijk dat donkergeel, dat zijn dus bij uitstek Calvinistische gebieden. En dan zie je dus ook dat de noordelijke Nederlanden, boven de rivieren vooral, dat die Calvinistisch zijn. En wat je ook weer ziet op dit gebied, zijn die gebieden binnen die oranje lijnen. En dat zijn dus de gebieden die in handen zijn van Karel de Vijfde en later ook voor een heel groot deel van Philips de Tweede. Nou, terug naar Calvijn. Calvijn heeft dus heel veel gemeen met Luther, maar hij verschilt ook op een heel wezenlijk punt van Luther. Calvijn zegt namelijk dat een gelovige zelf zijn geloof mag bepalen, zonder toestemming van de overheid. En dat is dus heel iets anders dan wat Luther gezegd had, namelijk dat de vorst bepaalt voor een gebied wat het geloof is. Iets wat ook in die vrede van Augsburg was vastgelegd. Nee, Calvijn zegt, niemand mag jou jouw geloof opleggen. Sterker nog, je mag in opstand komen tegen de vorst die jouw geloof probeert te onderdrukken. Nou ja, dit is iets waar Karel V natuurlijk helemaal ook niet mee eens is. En hij was het ook al niet eens met die Lutheranen, dus wat gaat hij doen? Hij stelt de zogenaamde bloedplakkaat in. En een plakkaat is eigenlijk een soort afkondiging van een wet. En bloed geeft al aan hoe er gaat bloed vloeien. Dat is niet goed. Wat zijn dan die bloedplakkaten? Nou, dat zijn wetten waarin er staat dat je de doodstraf krijgt of dat al je goederen in beslag worden genomen. Als jij bijvoorbeeld in die Nederlanden ketterse, protestantse boeken en afbeeldingen had, die je dus gedrukt had, die je had geschreven, die je had verspreid, die je in je bezit had. Dan kon je dus al de doodstraf krijgen. En ook kon jij de doodstraf krijgen als je bij protestantse bijeenkomsten, die altijd in het gediep werden gehouden, aanwezig was. En je kon ook de doodstraf krijgen als je protestanten in huis had genomen. Nou, en Karel deed het dus vooral tegen Lutheranen nog in zijn tijd, nogmaals tot 1550. Maar hij laat hier dus heel duidelijk zien dat hij de baas is en dat hij wil dat in zijn gebied, dat gebied binnen die oranje lijnen dus, dat daar alleen het katholieke geloof wordt toegestaan. En hij gedraagt zich hier dus eigenlijk een beetje als een absolute vorst. Hij probeert alle macht op geloofsgebied naar zich toe te trekken. En andersdenkende, andersgelovigen worden dus heel streng vervolgd door middel van die bloedplakaten. Nou, Philips, zijn zoon, die zet dan het beleid van zijn vader voort. Dat deed hij al met die centralisatiepolitiek, wat we in de vorige video zagen. Dat doet hij dus ook op het gebied van het geloof. Dus ook hij gaat protestanten vervolgen. En in zijn tijd worden dat steeds vaker Calvinisten. Veel Nederlanders die twijfelen aan die zin van die strenge vervolging en die zijn ook nog eens bezorgd van ja hallo, nou wordt ook zeg maar het geloof een beetje gecentraliseerd, onze privileges worden nog verder aangetast en is dat dus überhaupt wel nodig om zo streng op te treden? Nou, Nederlanders vinden van niet en dan zie je dus in 1566 dat er een groep van zo'n 200 lage Nederlandse edelen naar Brussel gaat, naar het paleis waar dan die landvoogdes Margaretha van Parma zit. En zij bieden haar een geschrift aan, een smeekschrift, waarin zij vragen, alsjeblieft landvoogdes, vraag aan Philips II of de kettervervolgingen, de vervolgingen van de protestanten, gematigd kunnen worden. Of het wat relaxter kan met die vervolgingen, want dit gaat echt veel te ver. Nou ja, Margaretha die kan weinig doen, want die moet dus wachten op antwoord uit Spanje van Philips. Maar zij belooft dat ze in de tussentijd toch tijdelijk wat minder de nadruk erop zal leggen. Ze zal het iets relaxter aan gaan doen. Dat zorgt ervoor dat veel Nederlandse Calvinisten zoiets hebben van hey, dit is onze kans om iets meer in de openbaarheid te komen. En er komen steeds meer protestantse bijeenkomsten, Calvinistische bijeenkomsten waar ze het over het geloof hebben. Nou, sommige van die bijeenkomsten in het zuidwesten van Vlaanderen lopen uit de hand. Daar wordt de groep gelovigen zo erg opgejut dat die Calvinisten besluiten om de dichtstbijzijnde katholieke kerken en kloosters te gaan vernielen. En dat staat eigenlijk als een golf over die hele Nederlanden heen. Dan zie je dat op dat kaartje daar rechts in het klein. We hebben er in het oranje de Nederlanden en in het blauw-paarse zie je daar de gebieden waar uiteindelijk de beeldenstorm uitbreekt. Waar de Calvinisten eigenlijk als een soort hooligans katholieke gebouwen gaan vernielen en plunderen. Nou ja, wat vindt men van die beeldenstorm? Wat vindt bijvoorbeeld die landvoogdes, Margaretha van Parma, ervan? Zij is uiteraard ook katholiek en ze ziet dus heel veel onrust, dus zij vindt dat helemaal niks. En wat doet zij? Zij eist trouw van de Nederlandse edelen. Zij vraagt iedere Nederlandse edelman, hey,
Laat zien dat je het hier niet mee eens bent met die beeldenstorm, dat je nog steeds achter ons beleid staat en achter het katholieke geloof staat. En de hoogste Nederlandse edelman op dat moment is Willem van Oranje. Hij is ook stadhouder, hij is een soort toezichthouder, ook namens de Spanjaarden in verschillende gewesten. Hij is opgegroeid samen met Philips II bijvoorbeeld aan het hof. Maar goed, je ziet hier al staan, hij weigert die trouw te erkennen. Hij vindt die geloofsvervolgingen veel te ver gaan. Hij kan zich ergens wel vinden in die beeldenstorm, ook al is hij op dat moment zelf katholiek. Hij is overigens geboren als Lutheraner, dat terzijde. Maar hij weigert dus trouw te zweren en hij vertrekt naar Duitsland. Want hij weet ook van, oei, als ik hier blijf, dan zou ik wel eens opgepakt kunnen worden. Of het kan wel eens minder goed voor me aflopen. En dat blijkt ook, want ook Philips II is natuurlijk niet blij met die beeldenstorm. Hij is furieus en hij houdt de Nederlandse edelen ervoor verantwoordelijk. En hij stuurt de hertog van Alva naar de Nederlanden met 10.000 soldaten om orde op zaken te stellen. Margaretha die neemt ontslag, want die heeft gefaald en Alva wordt de nieuwe landvoogd. En je ziet het al aan die Alva daar rechtsonder, aan zijn blik, dat is een strenge man. En wat doet Alva? Nou, zijn eerste opdracht is dus om orde op zaken te stellen om die beeldenstormers te straffen. En daarvoor stelt hij de zogenaamde Raad van Beroerte in. En hier links zien we de eerste daad eigenlijk van die Raad van Beroerte, in ieder geval de eerste daad in de openbaarheid. De katholieke edelen, de graaf van Egmond en Hoorn, die mede verantwoordelijk worden gehouden voor die beeldenstorm, worden onthoofd. Midden in Brussel, duizenden mensen eromheen en de toon is meteen gezet. Die Raad van Beroerte, bijna een bloedraad, die treedt heel hard op. Dat harde optreden dat zorgt er opnieuw voor dat men onder de Nederlandse bevolking toch echt wel twijfelt aan de zin eigenlijk van al die vervolgingen. Er is veel weerstand, ook onder katholieken. Zelfs veel katholieken zeggen dus van nou, Philips II, hertog van Alva, nu gaan jullie veel te ver. En daarnaast zien we dat een heleboel Nederlandse Calvinisten bedenken van oh, we moeten snel wegwezen, het gaat hier niet goed en die vluchten naar het buitenland. En dat doen ze met name over zee en we zullen in de volgende video's gaan zien dat zij weer terug zullen keren en dat hier eigenlijk de kiem ligt voor het uitbreken van die Nederlandse opstand.